We zijn blij met volleybalclub Hechtel Exel of Skoel Hivok dat wij dit jaar hier bij onze Duin de Volley de Belgian Beach op bezoek hebben. Het zijn allemaal zaalvolleyballers waar je een mooie zwevende vloer hebt en dat je dus heel hoog kunt springen. Hier in het zand maakt het natuurlijk allemaal iets moeilijker en zeker als het dan zelfs nu weer is zoals vannacht regen. Dan maakt het zand zeer mul en is zeer moeilijk om natuurlijk hoog te kunnen springen. En dan komt toch wel de technische kant naar boven van het volleybal. Het tweede maatje van de Belgische Beach Tour. Die tour stopt een achttal keer over gans België, een achttal toernooien. En dan de 20 beste ploegen die dan best geclasseerd staan, strijden dan de Belgische titel in Knokke. Ik hoop eigenlijk dat de sport kan blijven groeien, want het is een heel mooie sport. Het heeft wel wat zijn moeilijkheden, ook in België met weer. Er zijn veel teams in het buitenland die een heel jaar door kunnen trainen. Dat geluk hebben wij niet, maar en voor mezelf hoop ik dat ik ook mee kan groeien met de sport. En ja, we zien wel waar we geraken. Ik speel ook nog in de zaal, maar als ik zou moeten kiezen, dan zou ik toch voor beachvolleybal gaan. Het is echt een enorme leuke sfeer, ook een heel intense sport. En dat spreekt me wel aan. Je spreekt met twee op het veld, je bent constant aan het spel, aan het spelen en dat trekt me echt heel hard aan. Die tekens die we eigenlijk op onze poep van achter doen, dus we doen één of twee. Eén wil eigenlijk zeggen dat Sarah, dus mijn partner, de lijn dicht houdt en dat ik de dia verdedig. Doet Sarah twee, dan blokt zij dia en dan ga ik in de lijn verdedigen. Zo zit het eigenlijk in elkaar. Ik vind het echt een heel goed toernooi hier in Hechtel. Het is super goed georganiseerd. Het is wel heel jammer van het weer. Daar hebben ze niet zoveel geluk mee, maar ja, het is echt heel een vlotte organisatie. Alles is heel goed geregeld. Afgelopen 22 jaar hadden we dan provinciale deelnemers, ook divisiespelers. En zeker vast niet te vergeten onze recreanten en onze jeugdspelers. Maar nu zijn we dus echt terecht vier dat we de echte top hier hebben kunnen krijgen. Ja.